Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door ambtadvocaten Melvin Boonstra, uw marketingstrateeg, of je worstlust, Venema Finsterwolde, voordeeljeans.nl, boutique optiek met stijl, autohuis BV Winschoten. Nu 37 minuten en 8 seconden. Marco, an amazing thing you did here. 100 kilometers in an amazing time. Did you see how fast you run? What was your time? I think I can run about this time. Also, I think I do better, but 100 kilometers is very difficult to get also in the good time. So yeah, you mean the rhythm you have to take each round at the same time? Also, that around about 100 kilometers is difficult to take the best. So I think it's a good time, but I can do better. Okay. You can, but you did a PR today. I'm very happy. I do my best and I win this important race, so I'm very happy. And you said already next year you want to come back. Yes, I want to come better and I want to do better than this year. And how many times you want to run better next year? I want to run about 6 year and 30. That's amazing, that's amazing. But how was it your first time here in Winschoten? Yes, it's the first time. So for me it's fantastic because people are very, very fantastic that are near and outdoor and they cry to you, they insult you, so it's very, very amazing. De straatprijs is uitgereikt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, heel blij mee. Ja. Volgens mij hebben jullie altijd een feestje hier in de straat. Ja, eigenlijk al zolang als het hier is, dan zijn we echt al weken van tevoren bezig. Nu wat minder, want we wisten natuurlijk niet zeker of het door zou gaan. Maar uiteindelijk gelukkig wel en we zijn heel blij ermee. Ja. Ja, echt. En wat voor prijs hebben jullie nou eigenlijk ontvangen? Een cadeaubon van Slagerij Hofman van €150. Dus daar gaan we hapjes voor kopen en vlees, denk ik, met de buren. Ja. En dan nog meer saamhorigheid hier met z'n allen? Ja, echt. Echt het is echt geweldig. Echt, een grote groep mensen ook erbij, dus dat kan gewoon niet een stuk gaan. Er werd een dag gezegd, volgend jaar, zei de voorzitter, mocht jullie het niet meer zo mooi gaan versieren. Hebben jullie nog plannen al nagedacht voor de volgende keer? Ja, eigenlijk wel. Mijn buurman die had al zoiets van, nou, als ik het zeker weet, dan willen we echt volgend jaar weer gaan uitpakken. En, maar als we het dan maar op tijd weten, inderdaad, dat het doorgaat en dat we hier weer langs gaan, dan gaan we er weer wat moois van maken. Het wordt een uitdaging voor de andere straten voor volgend jaar. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Veel plezier met z'n allen. Dankjewel, gaat zeker lukken. Dankjewel hoor. Doei doei. Staan we hier langs de kant, zie ik zo twee jongens in een sportieve outfit. Ja. Hebben jullie gisteren meegedaan aan de Lutje Run, heren? Nee. Godverdorie. Maar jullie staan hier nu wel actief te zijn, want wat zijn jullie aan het doen? Hondjes schuiven en water. En maken de lopers daar ook wel gebruik van dan? Zeker. Ja. Ja. Van de 100 kilometer run. Piet, jij hebt een fantastische tijd gelopen. Ja, bedankt. Vond ik ook. Hoe vond je het hier op het parcours in Winschoten?
Ja, het is heel vlak en het weer was vandaag perfect. Alleen, ik merk wel, het is bepaalde dingen in het parcours, zoals de bochtjes en de klinkers, die maken het wel wat lastiger. Want als het puur asfalt was geweest, was het makkelijker geweest. Die klinkers doen wel zeer op een gegeven moment, na 50 kilometer, zeg maar. Dus, ja, dan voel je het in je knieën en in je enkels. Ja, precies. Ja. Hey, en je hebt nou je 100 kilometer erop zitten. Je staat hierbij alsof je nog een rondje kan. Is dat zo of lijkt dat zo? Ik denk dat ik nog wel een rondje kan, maar het hoeft niet hoor. Het wordt geen snel rondje en ook geen comfortabel rondje, want het deed wel even zeer. Maar ik bleef gewoon gefocust en ik heb alles uitgehaald, dus ja. Fantastisch. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Ah, ja. Hier is niemand minder dan Hinke Schotke! En de nummer 2 op het Nationaal Kampioenschap, dames en heren, komt er ook aan. 100 kilometer hardlopen in Winschoten en ze heeft het gedaan. Hinke, je bent over de finish gekomen, maar wat ben je moe? Ja, het was echt. Ja, ik heb nog nooit zo zwaar gehad. Eigenlijk was het misschien niet helemaal verstandig, maar ik ben toch wel heel erg blij dat ik gelopen heb. Ook al wist ik dat ik niet in vorm was. En ja, gewoon, ik wilde zeg maar, ik had na het tweede rondje had ik al zoiets van, nou, ik ga het niet redden, het lukt niet, het wil niet. En na 80 kilometer was ik eigenlijk al uitgestapt. Maar toen was er een vrouw en die zei van, nou, je kan gewoon wandelen, niks aan de hand. Dus dacht ik, ja, ik kan toch ook gewoon wandelen. Ik bedoel, ook al word ik laatste, dan nog kan ik gewoon wandelen. En zo waar, en er was ook nog iemand, dus ja, ik dacht, zeg maar, toen ik bij 80 was, dacht ik weer van, nou, ik ga toch maar uitstappen. En toen waren er weer mensen die zeiden van, nou, blijf gewoon een beetje lopen. En uiteindelijk heb ik gewoon de 100 gehaald, dat had ik echt niet gedacht. Nee, en Paul, heb ik vanaf de zijkant iedere keer een beetje staan volgen. Die heeft volgens mij geen nagels meer over. Die heeft zich zo verbeterd. Maar jij bent ook wel heel snel van start gegaan. Heb jij überhaupt een schema in je hoofd gehad om van start te gaan? Nee, geen schema. Nee, en dit was ook wel echt heel spannend. Want toen ik meedeed, ik wist eigenlijk dat het gewoon heel onverstandig was om mee te doen. Want ik had dus een beetje een blessure aan mijn been. En ik had vorig weekend probeerde ik nog een 15 kilometer te lopen. En dat lukte mij niet eens. Dus ik had tegen beter beter 1 ben ik gestart, maar ja, toch is het gewoon wel gelukt. Dus ik ben echt, echt heel erg blij. Nou, wij zijn hier allemaal in Winschoten super, super trots op jou. En de tijd gaan we het helemaal niet over hebben, maar dat komt allemaal vanzelf alweer. Jij gaat eerst herstellen, want je hebt straks nog iets heel belangrijks te doen. Je wil ook voor de Kika wil je nog gaan lopen. Ja, inderdaad. Ja, dus dat geeft eigenlijk, dus ook al was de tijd best wel langzaam en had ik het echt heel zwaar, dit geeft wel weer een beetje hoop voor volgende week ook. Ja. Ik laat je met rust en ben zo super trots op je. Dankjewel. Dankjewel hoor. Flexidrol. Onderweg komt hij het mooiste tegen wat hij zich kan voorstellen. Haha. Ja, Thijs de Panter van de weg. Hier op de Stikkerlaan, dames en heren, Thijs Riet! 11:56, 55. Wauw!